Ik heb zelf enorm goede optredens gezien. Ik heb van andere mensen gehoord, van optredens die ik niet heb gezien, dat ik daar wat gemist heb. Ja, en dat is natuurlijk waar Lorenz over hoort te gaan. Welke optredens heb jij zelf goed gevonden en welke optredens hebben andere mensen gezegd tegen jou dat die goed waren? Ik heb zelf bijvoorbeeld Glass Animals, waarvan ik zelf heel veel verwachtte, een flink stuk gezien. Dat vond ik heel erg goed. Ik heb Stromae gezien, ik heb Sam Smith gezien, ik heb Snoop Dogg net gezien. Ik heb Fink gezien, vond ik heel erg goed. En dan heb ik wel kleine snippets hier en daar gezien, maar dan vind ik dat ik daar geen oordeel over kan hebben. En ik hoor op de doorgaans kritische blog zoals 3 voor 12 en zo eigenlijk louter positieve verhalen. Als er zeg maar overal gezien een band moet zijn die voor jou zeg maar, die het festival goed heeft volgens een stuk gespeeld, zeg maar. Welke band zou dat zijn of welke bands? Nou ja, ik vind het altijd moeilijk om één naam te noemen, maar indrukwekkend was toch wel echt het optreden van Stromae en de reactie van het publiek op Stromae. Ja, het is gewoon een fenomeen en hij maakt zijn naam waar. Hij pakt iedereen in, van jong tot oud. Dus eigenlijk hier op het veld ook is volgens mij geen enkele discussie over mogelijk dat Stromae een hele goede headliner is geweest. En de verwachtingen volledig heeft waargemaakt. En de Nederlandse acts, ik bedoel, die zijn behoorlijk populair nu. Wat kun je daarover zeggen? Nou, dat die ook ontzettend goed gepresteerd hebben. Jet Rebel hoor ik alleen maar goede dingen over. Ik had ze al op Pinkpop gezien. Het lukte niet om er naartoe te gaan. Maar ik hoor daar hele goede dingen over. Blauwzoen is volgens mij nu bezig. Kensington, kreeg toch wel in de Volkskrant bijvoorbeeld wel commentaar op de plaat. Maar daar hoor ik ook alleen maar goede verhalen over. Dat het een hele goede show is geweest. Even kijken welke Nederlandse acts hebben we dan nog meer. Ja, Typhoon. Ook bij Under the Influence, ons nieuwe soort talkshow-achtige programma. De zaal helemaal vol bijna. En het optreden was fantastisch. Ja, weet je, de Nederlandse acts doen het gewoon heel goed op dit moment. En het publiek waardeert het ook enorm. Wij interviewen nog wel redelijk wat acts ook. En wat veel terugkomt is dat veel Nederlandse acts vinden het een eer om hier te staan, omdat ze dit festival ook zelf veel bezoeken. Heb je daar een reactie op? Nou ja, ik vind het een eer dat ze het eervol vinden, één. En twee, denk ik dat ze heel belangrijk voor ons zijn. En kijk, voor ons is het... Nederlandse acts spelen over het algemeen veel op de Nederlandse festivals. Dat is een noodzaak, ze moeten zichzelf promoten, ze moeten geld verdienen. En wij zitten aan het eind van de zomer en dan denk je van nou, dat is misschien op dat moment niet zo urgent meer om ze op Lorenz neer te zetten. Maar toch, die Nederlandse bands, als ze hier dan staan, dan hangt er voor hun een andere spanning omheen. Het is groter, ze doen vaak iets speciaals, ze nodigen wat gasten uit of ze hebben extra special effects. En ze hebben zelf meer spanning in hun lijf omdat ze het een eer vinden en ze willen hier slagen. Ze kunnen zich hier meten aan de internationale top. Per podium staat daar toch namen waar ze misschien tegenop kijken. Maar ze staan er wel tussen. En dat is goed voor het Nederlandse popklimaat, denk ik. En het gevoel voor die bands dat ze meetellen in die internationale wereld. En dat is zeker zo.